Ja, wij moeten beginnen met een heel naar bericht van vanmorgen over Martijn Krabbé. Ja, veel treurig nieuws, zoals hij het zelf ook noemde op Instagram. Daar plaatste hij vanmorgen een bericht wat toch wel heel veel mensen heeft doen schrikken, uiteraard. Hij heeft een bepaalde vorm van kanker. Er wordt even in het midden gelaten welke vorm, maar dat het ernstig is, dat mogen duidelijk zijn natuurlijk. En hij plaatste daar een hele lieve foto bij met zijn vrouw Deborah. En ja, hij geeft gelijktijdig ook aan dat er diverse behandelopties nog mogelijk zijn, gelukkig. En ja, dat hij zich enorm gaat focussen natuurlijk nu de eerste tijd op die genezing of het herstellen of wat er ook gaat gebeuren. En ja, hij geeft ook aan dat zijn gezin, hè, hij heeft natuurlijk twee zoons, twee dochters uit zijn huwelijk met Amanda, dat die er echt voor hem zijn. Het is ook een ontzettend hecht gezin daar in Amsterdam-Zuid. En dat ze ook met een zekere vorm van humor er toch een bepaalde draai aan weten geven. Hij is zelf ook echt hoopvol en optimistisch, zoals hij het zelf noemt. En dat zal ook zeker gelden voor zijn ouders Jeroen en Herma en zijn broers Jacob en Jasper, die er altijd eigenlijk ook voor elkaar zijn. Dus ook zeker in dit geval. En hij gaat nu gewoon even wat rust nemen om dit natuurlijk ook te verwerken. Fijn. Ja, belangrijk ook. Heel veel mensen, ik ben zelf ook geschrokken, er kwamen ook meteen ladingen reacties. Ja, terecht ook. Hè. Je zag eigenlijk dat hele Instagram-account vollopen met hartjes en klaarverblaadjes natuurlijk van geluk. Een hoop collega's ook, van Nicolette Kluiver ook tot bijvoorbeeld Wendy van Dijk, met wie die ook programma's heeft gemaakt en die hem ook Tiny noemt en die heel hecht zijn. Die natuurlijk nu helemaal als geen ander weet dat gezondheid het enige is. Als geen ander, Nicolette Kluiver, idem dito natuurlijk. Die hebben gewoon, net zoals Carlo Boszhardt ook, hem een hart onder de riem willen steken. Dan is ook de vraag van wat betekent dat voor zijn programma's bij RTL? Kopen zonder kijken is een programma wat volgens de berichten gewoon doorgaat. Dat zal er geen invloed op hebben. En hij heeft echt zelf aangegeven, ik ga het nu gewoon een beetje rustig aandoen. Dat is volkomen logisch. En we kunnen hier met z'n allen niet veel meer doen vanaf dit moment om hem heel veel sterkte te wensen. En het is een lieve schat en ik hoop echt dat het heel snel weer goed met hem gaat. Nou, wij met jou. Ja.